Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 5 april. Het is bewolkt in Nederland, maar er zijn ook zonnige perioden en dat is het weerbeeld voor deze dag. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 7 en de 8 graden, met dus die afwisseling van wolkenvelden en zon. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog en er waait een matige noordwestenwind, die vanmiddag nog iets aantrekt en aan zee vrij krachtig kan worden. Dan wordt het hooguit 10 tot 13 graden en dat is best wel fris voor deze tijd van het jaar. Vanavond ligt de temperatuur zo rond de 8 graden tijdens zonsondergang. En vannacht liggen de minima rond de 5 graden. Morgen opnieuw een dag met wolkenvelden en zom Het blijft dan overal droog en het wordt hoog uit 9 tot 11 graden. En dat is toch wel fris voor deze tijd. Waait ook morgen een matige noordwestenwind. Vrijdag en zaterdag zien we dat de temperatuur weer wat gaat stijgen. En dan komt het kwik uit zo tussen de 12 en de 14 graden. Vooral zaterdag krijgt de zon ook weer wat meer ruimte. Zondag wordt de mooiste dag van het weekend met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Er is dan veel zon en de wind waait uit het zuiden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.